En in het regionaal ziekenhuis Wanica, RZ2, kan de situatie op dit moment nog aan. Maar zal dat niet meer kunnen als het aantal besmettingen blijft toenemen. Aan het woord is Fawzia Pousse. Zij is medisch directeur van het ziekenhuis. De producer van de documentaire COVID Insights, Horatio Indiaan, sprak haar in verband met de aanhoudende geruchten. Als zou het ziekenhuis de stroom van positieve personen niet aankunnen. Pousse benadrukt dat COVID-19 echt is en dat er werkelijk zoveel besmettingen zijn in Suriname. De medisch directeur wijst erop dat het Wanica ziekenhuis de ondersteuning krijgt van alle gezondheidsautoriteiten en overige instellingen, kortom de hele gezondheidssector. De rol van het Wanica ziekenhuis is het opnemen van positief geteste mensen en voor ze te zorgen. Het is heel hard werken. Het is offers brengen. Mensen kunnen niet naar huis. Ze wonen ver. Familie die is ook bang thuis. Van, je werkt met COVID-patiënten. Of zij zelf, die zeggen van weet je, ik ben hier bezig met mensen die COVID-besmet zijn. Ik wil toch mijn familie beschermen. Kan ik hier in het ziekenhuis blijven? Er zijn een aantal mensen die hier blijven en niet naar huis gaan. Mensen die dag en nacht werken, langere shiften doen. Je moet werken in bepaalde beschermingsmiddelen, in PPE. Het is niet makkelijk om daarin te werken. De algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica is Jason van Genderen. Hij geeft aan dat dit ziekenhuis het COVID-ziekenhuis bij uitstek is. Met ondersteuning van vooral het academisch ziekenhuis Paramaribo is de verpleegkundige afdeling van het Wanica ziekenhuis in rap tempo operationeel gemaakt. Ook de andere ziekenhuizen, daar heb ik het over Diakonese ziekenhuis, Slaans ziekenhuis, noem maar op, die dus de verpleegkundige, artsen en specialisten ter beschikking hebben gesteld voor het Wanica ziekenhuis. Er wordt elke dag keihard gewerkt. Bepaalde verpleegkundige, artsen, specialisten moeten zelfs dubbele diensten draaien om eigenlijk de zorg kunnen te bieden aan de patiënten. Ik denk dat de samenleving er eigenlijk niet ervan bewust is hoe hard er wordt gewerkt. Door het gebrek aan human resources in het land, toch, moet en dat we nu de patiënten moeten opvangen, het is verschrikkelijk zwaar. De verpleegkundigen, de artsen hebben ook hun gezinnen thuis. Dus als ze hier elke dag werken, moet men ook nog rekening houden dat ze naar huis moeten gaan. Ze moeten ook nog zorgen voor hun gezin en noem maar op. Dus ik wil wel dat de samenleving hiervan bewust is. En dat ze de COVID-maatregelen niet zomaar aan de kant zetten, maar echt ook in acht nemen. Jason van Genderen, hij is algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. Hij is een van de gasten in de documentaire COVID Insights, geproduceerd door Horatio Indiaan. Deze documentaire wordt binnenkort uitgezonden op ATV.